Lekker trappen. Je bent nog niet in het zuur. Ik kijk naar haar ademhaling. Ik kijk naar haar bloeddruk tijdens inspanning. En ik kijk naar het zuurstofgehalte in het bloed. Dat meet ik in het oor. En op deze manier kan ik dus kijken hoe fit zij is. Dieke Kok is al jaren sportarts in het ziekenhuis van Leiderdorp. Maar sinds dit jaar gespecialiseerd in bergsport. Nou, ik doe eigenlijk een sportmedisch onderzoek, zoals ik dat ook doe bij iemand die een andere sport wil doen, maar met de bril op van wat kan er misgaan op hoogte. Als je bijvoorbeeld iets hebt aan de hartklep, dan heb je kans dat je longuitdeem krijgt, dus vocht in je longen op grote hoogte. En als je helemaal niet fit bent, heb je ook meer kans om hoogteziekte te krijgen. En grote hoogte, dat begint al bij 2000 meter. Wie bijvoorbeeld deze zomer afreist naar de Alpen en populaire plekken als de Alpe d'Huez in Frankrijk of de Pilatus in Zwitserland bezoekt, zit al zo hoog. Nou, 's nachts rijden naar ons vakantieadres en dan de volgende dag gaan we meteen door naar een berghut en beginnen aan de trekking. Wat heel verstandig is om eerst die tent uit te klappen en die stoel ervoor te zetten, dan ga je eens even een dagje niks doen. Dan vind ik het eigenlijk wel verstandig om eerst eens te kijken of je dat aan kan qua functioneren van hart en longen en of je fit genoeg bent. Kom op, alles eruit. Ja, hartstikke goed. Deze Noordwijkse heeft namelijk een hoger doel dan de Europese bergen. Ik wil de Kilimanjaro gaan beklimmen in begin oktober. Hoe kwam je erop om zo'n test te laten doen überhaupt? Ja, het Kilimanjaro is echt wel wat anders. Ik ben wel gewend aan hoogtes, maar dit zijn wel weer hoogtes. Dan gebeurt er ook van alles met je lijf. Dus het leek me gewoon wel zo handig om dat van tevoren gecheckt te hebben in ieder geval. Heel hartelijk bedankt. Succes met de Kili.